Hallo daar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Open TTD op het kanaal. Vandaag aflevering 4. In deze aflevering hadden wij natuurlijk die spoorlijn aangemaakt van Hartowater helemaal richting deze kant. Hoe heet dat hier? Helder richt. En wij vandaag verder gaan. En trouwens, deze ijzerertsmijn hebben we voorzien van ijzererts. En hier zijn de vrachtwagentjes die hier gaan laden. Ik zet even pauze af en we gaan lekker verder. Eens even kijken. We hebben hier worden vee en graan gebracht. Zo te zien kan de graan weer wat extra voertuigen gebruiken. Dan pakken we daar nog eens twee van. En dan laten we ze daar laden. Oké. Eens even kijken, de graantrucks zijn onderweg. De kolen, is die vol? Nee, is leeg. En moet ik ze natuurlijk wel gaan orderen. Deze heb ik al georderd, heb je nog ijzererts. Ijzererts gaan wij hier naartoe verplaatsen. Oké, dat zijn er twee. En dan moeten we hier ook even kijken, precies post. En dan moeten we graan en vee groep maken. Graan en vee. Gaan alle graanwagons hierin. Vrachtwagens hierin. De vee gaat hierin. Daar. En de nieuwe jaaroverzicht. En de treinen maken over de miljoen al. Mooi. Een miljoen winst. De inkomsten daarvan. En we kunnen ook weer wat terugbetalen, goed te zien. Ja, tot aan 6000. Hier hebben we nog graan. Gaat daarheen. Graan gaat daarheen. En dan hebben we hier staal. Oké. De staaltrucks gaan ook hierheen. Staal. Oké. Nou, die zijn allemaal gegroepeerd. Alles is gegroepeerd. We hebben nog geen boot en nog geen vliegtuigen. Misschien dat we in deze aflevering daar wel aan toekomen. Hoe zeg je dat? Ik wil de eerste ijzererts trainen aan. Even kijken hoeveel ijzererts deze gaat leveren. Versnellen. Hippakee. En dan gaan deze laden. Waarom sta jij nou weer hier? Ah. 30 ton staal. 145 ton staal. Ik denk dat we weer een vlootje van 4 kunnen maken. ...168 ton staal. Ja, wat ga jij nou? Nou, oké. Hoe zit het hier? 96 ton... Boah, de graan blijft hier komen. De vee ga ik ook maar eens... We hebben nu 1, 2, 3, 4 granen. 6 granen. Dan hebben we de vee. 4. En dan maken we nog eens 4 graan erbij extra. Gaan we mooi al daarheen. Mooi zo. En dan komen ze alweer terug. En hier wordt van alles afgeleverd te zien. En dan maakt deze... Goederen maakt hij al. Nou, goederen kunnen we naar de stad brengen. Accepteer jij al goederen? Nee, alleen post. Dan naar onze hoofdstad goederen brengen. Dus dan moet ik even kijken waar ik hier dan ergens een station kan neerzetten voor de goederen. Hier zo. Precies, post en goederen. Wat heet het goederenstation? En ik kan dan ook passagiers naartoe binnenkort. Eerst maar eens deze aanmaken. Hupplakee. Oké dan. Ja. Ga ik dat zonnetje hier inzetten.
Zet ik hem dan aan deze kant neer. Ik ga hem hier zetten. Control en dan wordt het Uitheuzelmondwoud. Wordt het treinstation te staan. Dan laten we de graan aan deze kant binnenkomen. Sorry. Dan halen we die daar weg. En dan die. Ja, dan gaan ze hier uit. Hier, een stukje terug. Zo. Oh, control. Oké, dan zetten wij hier een sein neer. Nog een sein. En dan moeten wij hier naartoe. Ik denk gewoon weer doorgaan hier. Dan zou je kunnen zeggen, maak je hier tunneltjes. En dan maak je dit stuk wat groter. Kan dat ook zo? Ja, mooi. Die gaat zo overheen. En die zo. Dan gaat deze hier in, daar in. En dan komen we hierop uit. Oké. Ah, moeten we hier omheen, hè? Dat is één nadeel. Moet ik hier... Ik moet hier eigenlijk ook... Hoe gaan we dat doen? Stukje schuin. Tot dan hier. Ja, of... Zo. Dan moet hij omlaag gaan. Zet hem hier omhoog. Ja, op deze manier. En dan zou je hier tot aan hier komen. Tot hoe ver ongeveer? Hier? Kijk eens of mijn oog het goed heeft. Ja, perfect. Perfect. Die gaan we dan hier naartoe zetten. Voilà. Ja, de scène. Hier komen ze in. En hier komen ze uit. Of gaan ze uit? Ja, daar gaan ze uit. En dan hier. Oh, hier. En dan... Hier. Oké. Dan komen ze hier aan. Bij station. Is dat een goedere station? Maar dan zou ik eventueel hier nog een extra bushalte kunnen maken. Zo. Zodat hier de passagiers naartoe kunnen. Maar die kunnen de trein niet pakken. even kijken. Waar? Ik kreeg net even een appje binnen. Even gewoon de app reageren dan. Zo. Eens even kijken. Dan zetten we hier een depot neer. En dan zetten wij aan deze kant ook een depot neer. Zo. Dan hoeven we hier alleen nog een goederentrein te maken. De Gunji A4 nog altijd de beste stoomtrein. En dan goederenwagon van 6. Vandaar naar daar. Volledig geladen. En dan gaan we hem nog eens klonen. Ja. Daar gaan ze. Het staal. 200, ja, mooi. Het staal blijft goed komen. Ik denk dat wel, zodra het staal een beetje inzakt, moeten wij wel wat meer ijzer echt gaan brengen naar die kant. Want nu komen we al heel wat binnen en het staal raakt uitgeput. En hier hebben we dan twee treinen. Ja, oké. Misschien dat die ik nog ga gebruiken. Ja, lekker druk hier. En die hebben goederen. En die goederen. Ja, die staan te wachten op goederen te laden.
118 ton staal. Oké dan. Hier staat nog niks. Het busje J. Van daar naar oost. En dan pak je deze ook mee. Eén bus is sneller als de andere bus. Die vrachtwagens zijn te langzaam eigenlijk. Hier gaat het ook nog wel goed. En hier ook en hier ook. Oké dan. 208. Mooi. Heeft hij trouwens ongeplete orders? Nee, tot nu toe gaat het allemaal goed. Dat is zijn eindpunt. En dan gaat hij terug via de andere kant. Tot nu toe werkt dat systeem wat ik daar gemaakt heb. Hoe is het hier met de staal? 103 ton staal. Ik denk dat ik ook niet meer moet doen. Ondertussen komt hier van alles binnen. En de goederentreinen laden zich vol met goederen vanuit de stad. Zo, even nog een olieveld. Die heeft genoeg daaraan. Hebben we nog ergens een ijzererts? Ja, hier helemaal. Een ijzererts. Ijzererts mijn. Dan gaan we even kijken, want dan zou ik. Ja, zou ik met boten moeten doen, maar ik vind dat niet iets. IJzererts 0 ton staal. Wow, die kan hier naartoe. Wat gaan we met een ijzererts? Zou ik hier via boten hier naartoe helemaal gaan? Maar ja, dat gaat ons wel heel wat geld kosten. Ik kan trouwens een stuk lening afbetalen. Ja. Passagiers, zit hij vol? Nee, zit jij vol? Ook niet echt. Ik denk dat ik hier wel even wat moet gaan maken qua dat de stad aan deze kant ook groeit. Nu groeit het deze kant op, maar stations zijn in de weg kunnen ze wat moeilijker groeien. Is dat de eerste goederentrein al? Nee, nog niet. Hoezo kreeg ik net. Oh! Ja, nu snap ik hem. Olie. Er is nergens iets anders dan ijzererts in de buurt. Hè? Dat is het nadeel. Hier deze ook niet. Ja, deze ijzererts mee moet ik dan maar gaan verbinden. En dat dan met. Want dan moet dat hierheen. En dan zou ik dat aan deze kant moeten doen. Via deze kant. Ik zit te twijfelen. Ik zit echt te twijfelen. Gaan we daarheen? Ja, wat is nou het beste wat we gaan doen hier? De olie loopt nog steeds. Daar krijg ik nog steeds geld van. Kolen. Uit Heer Hugo Waard. Heer Hugo Sint. Echt heel weinig ijzer mee, hè. IJzermijn. 3 ijzermijnen maar. Hier ook nog een. Ja, dat zou nog wel gaan, denk ik. Dan krijg je het ijzermijn van 2 kanten uit. Dan moet ik. Kolenproductie omhoog, oké. En hier kan die dan uitgaan. Op zo'n manier. En dan vanuit deze kant. Ja. Hier zet hier ook maar een dingetje neer. Want dan kan die vanaf.
Klopt dat? Nee, klopt niet. Dan zou ik toch vanuit deze kant erin moeten. Ja. En dan gaat hij hier uit. Zo. Ja. En dan maken we gewoon een grote brug hier overheen. Lengte 7. En dan hebben we. Oh. Mooi. Lening is afbetaald, dus we kunnen profiteren van alle winst. Ja, zou ik hier een hele grote brug moeten maken? Maar ik kan ook zeggen: maak hier een brug. 6. Zo. Er zit de post een beetje ingestoten, maar er waren niet zoveel uit. Kijk, waar ligt de ijzermijn? Die ligt helemaal hier. Dus. Van dit daar. Ja. Rechtdoor. Ik denk, want hier kan ik dan. Moet ik dat zo doen? Ja, kan ook zo, oké. Ja. En dan op deze manier. Hier langs of over, hier overheen. Daar is de fabriek gesloten, zo te zien. Ik kan ook hier langs gaan. Als ik dan hier langs ga, kom ik hier op uit. Ja, dat gaan we denk ik maar doen. 6. Lengte van 9. Oh, dat heeft ons best veel geld gekost. Deze moet dan hier aan de andere kant. Sowieso. 6 is ongeveer dat hier is. Ik moet nog een heel stuk bijmaken. Of toch via deze kant hier. Ik denk dat dat wel een van de betere opties is. Even kijken. Waar komt dat uit? Hier. En de andere komt dan daarnaast. Ja, zo kan het ook. En dan 6 langs Brits. Dan hebben we hier. Ja, dan kan ik deze tot aan hier doen. En dan tot dat hier. Dus eigenlijk is best goed geld wat ik daar gedaan heb. Even kijken. Dan kunnen wij zeggen, dan gaan wij. Hier langs. Hier langs. Pakken we daar dan een stukje. Is op zeeniveau. Dan wil je dan een brug gaan maken. Brug van 9. Kan hier nog iets aan? Jazeker, zo. Oké. Ja,
die kan het wel. Dan gaan we hier langs. En dan maken we hier gewoon een tunnel. Nu staat die daar. Zo. En dan kunnen we de spoorlijn aanmaken. Ja, jullie kunnen alweer rijden. Kom maar. Dat was even werkzaamheden. En wat dat dan hier? Een nieuwe bank. En dan? Wat doen we dan? Zo. Ja, dan komen we daar weer af. Dan denk ik dat het beste is. Even kijken. Aan deze kant of deze kant. Wacht eens even. We hebben hier ook nog een houtje aan rijden. Kan ik? En hier hebben we een bos. En hier hebben we een bos. Ik denk dat wij hier een centraal stationje gaan neerzetten. Een soort station waar ook zo de ijzererts wordt geladen. En waar hout naartoe getransporteerd kan worden. Dan maken we een station van 4. Dan laten we even kijken. Hier binnenkomen. Ja, zo. Hier komt hij binnen. En dan komt hij hier uit. Ja. En dan zo. En dan... Ja, doe het op deze manier. Alleen, dan zit je met dit hier. Daar is het spoor. Daar is een stukje zee. Kijk, hoeveel is dit? Ja, 8,8. Oh, ik moet omlaag, sorry. Omlaag en omlaag. Ik doe het zo graag. Zo. Oh. Maken we hier. Ah, kijk. Sluit goed op elkaar aan, hè. Alsof het gegoten voor is. Goed. Dan hebben we hier de station. Vetstation. En dan komt hier de trein binnen. En gaat hier de trein uit. En dan zetten we hier een zij neer. En hier een zij neer. En dat gaat dan helemaal deze kant op. Hoop ik dat wij hier goed zitten. Jazeker. Mooi. Dan kunnen we hier ook extra ijzererts naartoe brengen. 390 ton staal. En, is dat de goederentrein al? Oh, de goederentrein gaat naar de stad toe. Er staat geen goederen te wachten. Maar zodra we meer ijzererts hier hebben, kunnen wij ook wat meer staaltrucks. Die ga ik sowieso erbij doen, staaltrucks. Hier, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Hoppakee. Voilà.
Dus het staal weer een beetje weggewerkt, hè? Toch nog 156. 167 staal. Ja, dan weer extra ijzererts. Dan wordt dat sowieso twee treintjes met ijzererts. En dan zetten we hier ook een neer. En dan klonen we gewoon de trein die we hier hebben rijden. Van de ijzererts. Kloon ijzererts. Dan is het verwijderen. En dan ga jij vanuit hier helemaal naar onze hoogoven waar het staal geproduceerd wordt. Daarheen. Dan volledig laden. Twee keer. 150 ton staal. En ondertussen is het hier een komst er van heen en weer gaan. Die 150 ton staal. En hoe zit het hier? Het is niet aan te slepen hier. Misschien wat extra. Nou, dat gaat goed zo. Nou gaan we in de volgende aflevering, want we zitten al bijna aan het einde van deze episode. Deze hout naar deze houtzagerij brengen. Zodat hier weer goederen wordt gemaakt en goederen weer naar het stad kunnen gebracht worden. En misschien dat we met deze steden gaan beginnen om ze aan te sluiten. Nou, ik wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hoe zeg je dat? Als jullie nog suggesties hebben of andere dingetjes, laat het zeker even weten onder in de reacties onder deze video. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering, deel 5 alweer, van Open TTD. En als het goed is, komt die aanstaande maandag erop. Het weekend is gewoon niks gepland. Wat ik al zei, op de woensdag staat er zowel een tutorial gepland, waar ik ga uitleggen hoe jij dit spelletje kunt downloaden en wat er allemaal voor functies zijn. Nou, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Ik ga afsluiten bij dit. Ons hoofdkwartier. Dat heeft nu eigenlijk al een weggetje. Met een vlag. En schuur. En ja, wat is dit? Een kantoor. Dus, nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Bij een nieuwe aflevering van OpenTTD. Hou je goed. Laters.